in. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Net hadden we 3 regiojournalisten te gast, waarin we het natuurlijk hadden over de gemeenteraadsverkiezingen, tegen welke problemen gemeenten zou kunnen aanlopen. En diezelfde gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van ons land. En dan is het toch fijn dat we ook eens positieve geluiden kunnen laten horen. Jelmer Mommers, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent schrijver en klimaatjournalist voor De Correspondent en hebt een actuelere versie gemaakt van jouw boek uit 2019. Hoe gaan we dit uitleggen? Dat boek beschreef destijds het klimaatprobleem en ook hoe van een eventueel machteloos gevoel af te kunnen komen. Dat actualiseren heeft dus resultaat, namelijk een optimistischere uitgave. Hoe kom je tot die conclusie, Jelmer? Nou, het is wat mij eigenlijk overkomen was dat ik een beetje met de teneur van het klimaatdebat in Nederland was meegegaan. En ik was eigenlijk sinds de publicatie van mijn boek eigenlijk weer pessimistischer geworden. Gewoon van het nieuws, van de nieuwe IPCC-rapporten, van alle gebeurtenissen en alle ontwrichtingen die het klimaatprobleem nu al veroorzaakt. Maar toen ik voor de actuele editie van mijn boek eigenlijk terugkeerde bij de ontwikkelingen die juist de goede kant op wijzen. Toen liep ik die allemaal weer langs. Toen keek ik bijvoorbeeld van, nou, hoe gaat het eigenlijk met de ontwikkeling van wind- en zonnetechnologie en energie wereldwijd? Hoe gaat het met de ontwikkeling van batterijen? Hoe gaat het met wat er op de politiek niveau is veranderd? En toen ik al die ontwikkelingen ging bekijken, werd ik eigenlijk weer hoopvoller. En mijn boodschap is niet dat alles nu goed komt en dat we achterover kunnen gaan leunen, maar wel dat er hele duidelijke positieve ontwikkelingen zijn waaruit we kunnen concluderen dat het absoluut nog niet te laat is om het klimaatprobleem aan te pakken en dat we echt nog een groot verschil kunnen maken de komende jaren en dat ook moeten doen. En het wordt net in het nieuws natuurlijk over die rechtszaken die eerder zijn gevoerd en nu dan over die aandeelgroep van Shell. Zijn dat ook berichten van je zegt, er zijn natuurlijk een aantal uitspraken door de rechter geweest waarin er werd gezegd dat er in Nederland in ieder geval meer moet gebeuren. Die horen daar ook aan bij, aan jouw positievere gevoel? Absoluut, dat is een van die duidelijke bewegingen. Dus toen ik in 2019 de eerste versie van mijn boek publiceerde, was die klimaatzaak tegen Shell bijvoorbeeld, die was wel in voorbereiding, maar die was nog absoluut niet gewonnen in eerste aanleg. Mm-hmm. De zaak tegen de staat door Urgenda, die was een aantal keer gewonnen, maar nog niet bestendigd bij de Hoge Raad. En dat is daarna wel gebeurd. Maar ook andere bewegingen die ik laat zien, protestbewegingen wereldwijd, maar ook bijvoorbeeld de divestmentbeweging. Dus dat is een beweging die zegt, er moet minder geld worden geïnvesteerd in fossiele energie. Ook die bewegingen die boeken steeds nieuwe overwinningen. En eigenlijk de grootste reden volgens mij om optimistisch te zijn is het feit dat de techniek is voortgeschreden. Dus wind en zon worden nog steeds allemaal goedkoper en nemen ook een steeds groter deel van de energievoorziening op zich. En de politiek is opgeschoven. Dus bijvoorbeeld 3 jaar geleden hadden we nog geen Europese Green Deal. 3 jaar geleden zat Trump nog in het Witte Huis en was niet Biden zijn uiterste best aan het doen om het klimaatbeleid te verbeteren. Mm. 3 jaar geleden had China nog niet aangekondigd om in 2060 helemaal klimaatneutraal te willen zijn. Dus eigenlijk in korte tijd, hè, dat er veel veranderd is. Want je zou denken, waarom zou je een boek uit 2019 al gaan actualiseren? Maar als je zo het overzicht geeft, zijn er best veel ontwikkelingen geweest. Ja, absoluut. En wat me dus opviel was dat de grote lijnen, dus die grote ontwikkelingen, die zetten door. Maar heel veel details kon ik aanpassen in positieve zin, in dat er meer was gedaan, dat er meer overwinningen waren geboekt, die dus hoopgevend zijn. Ja. Vind je dan dat er te negatief in, met name in de media, over die verduurzaming en over het klimaat wordt geschreven? Dat je zei, ik ben een beetje meegegaan in die negatieve teneur eigenlijk van media, van de berichtgeving? Nou ja, het nieuws is natuurlijk altijd gericht op dingen die niet goed gaan. En dat is ook logisch en ook terecht, denk ik. We hebben die informatie ook nodig. Maar er komt natuurlijk pas in het nieuws als een windmolenpark door groot verzet niet doorgaat, bijvoorbeeld. Mm. Het komt in het nieuws als er een IPCC-rapport is, waarin hele opvallende conclusies staan en vaak angstaanjagende conclusies. Maar zelfs in die IPCC-rapporten zitten ook meevallers. En die horen we minder. Maar bijvoorbeeld in het IPCC-rapport uit augustus, dat was eentje waar was een hele hete zomer geweest. We hadden overstromingen gezien in Europa. En dat IPCC-rapport kwam als een soort dreun binnen bij mensen. Maar in dat rapport stond bijvoorbeeld dat het absoluut nog niet te laat is om de opwarming te beperken en dat mensen daardoor onze uitstoot de controle over hebben. En dat strookt niet met wat heel veel mensen in Nederland volgens mij voelen. Ah ja, namelijk dat dit probleem eigenlijk ons al boven het hoofd groeit. Ik wou net zeggen, een paar weken geleden was toch ook het laatste IPCC-rapport. Dat stemde nou niet heel erg hoopvol in wat wij erover gehoord hebben. Ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal doorgebladerd, maar daar zit dan misschien wel de crux.
Nou ja, dat is ook, het is ook zo dat die IPCC-rapporten niet hoopvol stemmen, maar die zijn ook gericht op het beschrijven van het probleem. Mm-hmm. En dat is niet het hele verhaal. Dus wat we in die IPCC-rapporten zien, is dat je een steeds hogere resolutie krijgt. Steeds meer detail in wat het probleem precies is en hoe het misgaat. En dat is angstaanjagend. Maar in grote lijnen stond dat, zeg maar, 3 jaar geleden ook al in mijn boek. Want aan de gevolgen van klimaatverandering zelf verandert natuurlijk niet zoveel. We weten alleen steeds beter hoe ze zich manifesteren. Ja. Maar we weten dus ook steeds beter hoe we ons daaraan kunnen aanpassen. En daar gaan die IPCC-rapporten ook over. Het viel mij op in het boek, de geactualiseerde versie dus. Het is ergens middenin, heb je het over een relatief mooie toekomst. Met schone lucht, een economie die niet is ingezakt. Nou ja, het hele plaatje. Die versie uit 2019 stelt daarover: als dit scenario onwaarschijnlijk klinkt, dat is het ook. In die versie, de nieuwe versie, staat nu: als dit scenario onwaarschijnlijk klinkt, dat was het tot voor kort ook. Ja. Maar ja, kunnen precies, we dan zeggen, want je gaf net aan, we zijn er nog niet. Of kun je zeggen, nou, de kans dat het nog zover komt is best klein? Nou, ik denk dat de kans dat het misgaat kleiner is geworden. Ja. En dat kun je aan 1 heel duidelijke indicator zien. Een paar jaar geleden, toen ik de eerste versie schreef, was de verwachte opwarming, als overheden al hun klimaatbeleid netjes zouden uitvoeren, was de verwachte opwarming tussen de 3 en 4 graden. Nu, als het verwachte beleid of het voorgenomen beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is de opwarming al minder dan 3 graden aan het eind van deze eeuw. Dat is nog steeds te veel. Het is ook te veel. Het is meer dan de klimaatdoelen die we wereldwijd hebben gesteld. Mm-hmm. Dus het is in die zin geen goed nieuws. Het is niet zo van, nou, nu komt alles goed. Maar het is wel heel duidelijk een indicatie dat er echt beweging in zit. En ik denk dat we dat ook moeten markeren en moeten vieren. En daar een soort kracht uit moeten putten. Van, zie je wel, die duurzame toekomst waar heel veel mensen voor vechten, die is steeds waarschijnlijker. En we wisten al dat die ook beter is. Dat die voordelen heeft voor mensen hier in het hier en nu. Is het, want als je het hebt over de voordelen die het voor mensen heeft, horen toch tegelijkertijd van, ja, het gaat pijn doen, het kost geld. Mm. Hoe rijm je dat met elkaar? Nou ja, ik denk dat zelfs iets wat pijn doet een positief verhaal kan zijn. Ik denk dat in een energietransitie moet je afscheid nemen van bepaalde dingen. Ik denk dat je moet accepteren dat in een land als Nederland, wat een klein land is met een hoge uitstoot van broeikasgassen en stikstof, dat je misschien niet en groot kunt zijn in landbouw en in energieintensieve industrie en in datacentra en in woningbouw en. Ik denk dat je op een gegeven moment als overheid keuzes moet maken en ook moet zeggen, sommige dingen gaan we minder doen. Dat betekent dat sommige sectoren misschien zullen krimpen of onder hele strenge overheidsdruk eigenlijk zullen moeten veranderen in hoog tempo. Dat doet pijn in die sectoren. Het kan zijn dat mensen hun baan verliezen. Maar als de overheid dat goed begeleid, dan kan iedereen het fossiele tijdperk met opgeheven hoofd verlaten. Het is niet zo dat het allemaal alleen maar kommer en kwel is, want er komen ook groene banen bij. En er komt ook groene lucht voor terug. Dat is een gezondheidsvoordeel voor mensen. En we worden, goed, dat is natuurlijk nu heel relevant. Dat hele energietransitie had altijd ook een geopolitiek component al. Het is altijd al van belang geweest om minder afhankelijk te worden van fossiele regimes, ja, zoals in Rusland. Ja, dat komt nu, en dat staat natuurlijk nu voorop. Ja, ja, ja. Ja. We dus praten zo meteen ook daarover verder, jammer. Maar eerst krijgt u het laatste nieuws rondom die oorlog in Oekraïne. Dorot Megens. Wat een waaier was dat. Ik praat met Jelmer Mommers over de herziene versie van zijn boek Hoe gaan we dit uitleggen? Over de klimaatcrisis en over de verduurzaming. Jelmer, op het moment dat jij het boek hebt geactualiseerd, was dat voor de oorlog in Oekraïne. Dus daarmee ook voor de nieuwe sancties in Rusland en de gevolgen van onze energievoorziening. Die heb je allemaal niet meegenomen. Was je boek heel anders geweest als je bij wijze van spreken 2 weken later naar de drukker had kunnen sturen? Ik denk het eigenlijk niet, omdat dat verhaal dat de energietransitie ook een manier is om minder afhankelijk te worden van fossiele landen zoals Rusland, dat stond eigenlijk al in de eerste versie. Dat heb ik nu nog sterker aangezet, omdat het natuurlijk belangrijker is geworden. Maar 80% van de wereldbevolking woont in een land dat fossiele energie importeert. Dus dit is voor een heel groot deel van de wereld is het een belangrijk aspect van de energietransitie, is dat je dus minder afhankelijk wordt van spullen die je uit een ander land moet importeren, wat je heel veel geld kost, en dan verbrand je ze en dan moet je opnieuw beginnen, moet je weer nieuwe fossiele brandstoffen importeren. Dus dat is eigenlijk altijd al een model geweest wat niet ideaal is. En het heeft natuurlijk het extra negatieve effect dat het dus mensen als Poetin in het zadel houdt. Dus in die zin, dat hele motief van die energietransitie ook als keiharde geopolitiek eigenlijk, dat zat al in mijn boek.
En dat is nu eigenlijk alleen nog maar sterker naar voren gekomen. Ja, maar het is dus niet dat het heel veel invloed gaat hebben. Maar het wordt wel heel veel aangehaald nu, hè? Om door bijvoorbeeld politieke partijen die vergroening sneller willen. Dus je kan daar extra alarmerend over doen. Je kunt het als politiek instrument gebruiken nu. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook, ja. Dus je hoorde al vrij snel politici die zeiden zonnepanelen zijn nu vrijheidsenergie, bijvoorbeeld. Wat vind je daarvan als je dat hoort? Nou ja, ik vind het wel terecht en slim eigenlijk. Want dat was het al en dat is het nu des te meer. En bedoel, als we niet op dit moment helder zijn over waar we naartoe willen. Ik bedoel, dit is een aanleiding om het hierover te hebben. Dus ik denk dat het heel goed is dat we dat ook doen. En tegelijkertijd geeft het geen garantie dat die hele energietransitie nu ook daadwerkelijk sneller zal gaan. Nee. Je hebt ook gezien dat in Den Haag hebben ze besloten om de accijnzen te verlagen op benzine, bijvoorbeeld, als een maatregel om nu mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Mm-hmm. Terwijl dat is nou precies een stap, en dat is nu ook al vaak gezegd in de media, die het eigenlijk juist aanmoedigt om die benzine te blijven gebruiken. Dus het neemt eigenlijk een stap terug. Het is een extra aanmoediging om meer fossiele brandstoffen te verbruiken. Maar sowieso de actualiteit, hoe groot is die impact? Even met toen de pandemie uitbrak, toen werd natuurlijk ook gezegd rondom vakanties en het thuiswerken. Er was veel minder luchtvervuiling, omdat mensen natuurlijk thuis aan het werken waren. Er werd niet gevlogen en het was ook van ja, dan kwam het vliegschaamte en we gaan heel anders op vakantie. Mm-hmm. Ja. Is niet echt heel erg ervan terecht gekomen, toch? Dus heeft de actualiteit wel zoveel impact? Nee, ik ben bang dat je daar geen garanties op hebt. Ik hoorde trouwens bij die groep mensen die dus bij het uitbreken van de coronacrisis natuurlijk eerste plaats heel erg geschrokken en van wat gaat het allemaal betekenen. En vlak daarna dacht ik, kijk nou toch, wat een saamhorigheid. En ja. Dat was aan het begin. Dus er was inderdaad een heel positief moment. En je kunt dat misschien vergelijken met het moment nu. Dat iedereen denkt, nou, ik moet toch wel razendsnel van het gas af. Ik moet een warmtepomp nemen. Maar dat ebt ook weer weg. En dat is bij corona ook gebeurd. En het is al eerder gebeurd. Dus toen Rusland in 2006 de gaskraan dichtdraaide naar Europa. Toen zeiden mensen ook al, we zijn te afhankelijk van Rusland. En na MH17 in 2014 zeiden we dat ook. Maar ook toen zijn er eigenlijk juist stappen teruggezet. En je ziet dat de overheid dat nu weer doet. Dus waar ik heel erg toe oproep nu, is een overheid die eigenlijk niet alleen kijkt naar de huidige crisis in de zin van hoge gasprijzen op dit moment, maar die probeert over meerdere dossiers heen te kijken wat is nou logisch. Want we hebben ook een stikstofcrisis. We hebben ook een klimaatprobleem. Dus welke stappen zijn nou logisch en waar kun je versnellen op dit moment? Maar dat lijkt me ook wel, is volgens mij ook wel eens lastig van burgers zelf. Ondanks dat misschien dat bewustzijn er is rondom duurzaamheid. Maar kun je je voorstellen dat mensen niet per se tegen verduurzaming zijn, maar de boel gewoon lastig kunnen overzien? Als je kijkt op welke vlakken er allemaal iets moet gebeuren. Je eetpatroon zou je moeten aanpassen. Je huis wordt aangepast. Je moet minder energie gebruiken. Je zou anders op vakantie moeten. Op alle facetten in je leven ongeveer moet je dingen veranderen. Dus best veel. Of ik weet niet of het moeten is, mensen, maar wordt aangeraden, laat ik het zo zeggen. Nou ja, en mensen ervaren ook het woord moeten wat je net gebruikt, denk ik terecht. Want ik zie dat wel zo. Dat ervaren ze ook als een soort als een probleem. Van ik moet in principe helemaal niks. Waarom wordt me dit opgelegd? Ja, maar dat is één ding. Maar ook het idee van het is wel, is het te overzien? Ja, ik denk het wel. Want ik denk ook dat je prioriteiten kunt stellen. Ik denk zelf, je noemde net al vlees eten. Ik denk zelf dat is een van de allerbelangrijkste dingen. Die heeft op zoveel terreinen impact als je minder dierlijke producten gaat eten. En dat is helemaal niet zo erg. Je kunt prima plantaardig eten. Er is niks mis met zo'n dieet. Dus in die zin, kies ook gewoon waar je veel impact kunt hebben. En ik denk dat dat daar zit. Ik denk dat dat ook zit in bijvoorbeeld minder vliegen. Dat zijn dus ook de dingen waar ik in mijn boek nu het vurigst voor pleit. Maar we hoeven niet te doen alsof iedereen ineens zijn hele leven helemaal groen moet maken en helemaal perfect duurzaam moet leven. Want dat kan nog niet, want we zitten nog midden in een fossiel systeem. Dus ik zou vooral mensen oproepen, doe wat je kan. En ik denk mensen die het nu er geld voor over hebben, dus die het kunnen betalen, ga zo snel mogelijk van het gas af. Dat was altijd al een goed idee. Dat rendeert. Ja. Je krijgt dat geld terug daarvoor. Dus maar het alternatief moet wel eigenlijk voorhanden zijn. Hè? Want ik las altijd heel veel mensen nu een warmtepomp willen hebben. Maar die dingen zijn niet aan te slepen. Ja. Laat staan de mensen die zo'n ding moeten installeren. Nee, absoluut. Nou, dat is dus komen we steeds terug bij de politiek. Dus daarom snap ik ook niet zo goed. Waar is nou nu het soort van deltaplan voor vakmensen voor de energietransitie? Er wordt al jaren gezegd dat er te weinig vakmensen zijn.
Je verwacht toch echt dat de overheid op een gegeven moment in dat gat springt. Want dat is de taak van de overheid. Om dan te zorgen dat het sneller kan gaan. En ik denk dat we juist van de coronacrisis hebben geleerd dat dingen die het ene moment heel onwaarschijnlijk lijken, bijvoorbeeld testcapaciteit opvoeren, vaccinatiecapaciteit opvoeren. Dat waren allemaal hele grote logistieke uitdagingen waar heel veel mensen voor nodig waren. Maar dat is toch maar mooi gelukt. Dus ik denk dat we ook een beetje die spirit mee moeten nemen en moeten toepassen nu op dat klimaatprobleem. Ja. En dus niet vanuit een soort van, oh, het moet en het is allemaal heel erg. Maar omdat er gewoon concrete voordelen in het verschiet liggen als we die transitie sneller maken. We begonnen heel positief, hè? Waar overigens niet iedereen het mee eens was, hoor. Als ik kijk naar de reacties, dat het soms iets te rooskleurig is. Maar tegelijkertijd denk ik dat ook veel mensen denken, hey, een positief verhaal over die verduurzaming is ook wel eens prettig. Hoe gaan we het uitleggen? Ja. Dat is in ieder geval de geactualiseerde versie van jouw boek. Dankjewel, Jelmer. Jelmer Mommers was dat. Graag gedaan.